Ik ben vandaag in Warffum om een bezoek te brengen aan het Openluchtmuseum het Hoge Land. Want daar is de tentoonstelling gewijd aan Jan Gerrit Jordens. En dat is niet de enige tentoonstelling die aan deze kunstenaar is gewijd. Ook in het Groningen Museum en bij kunsthandel Hofstegen zijn tentoonstellingen over Jordens. Dat roept de vraag op: wie was deze man en wat maakte hem zo bijzonder? Het Openluchtmuseum hier in Warffum en het Groningen Museum hebben een onderverdeling gemaakt in het werk van Jan Gerrit Jordens. Zo laat het Groningen Museum het werk zien uit de periode van 1948, toen hij gepensioneerd werd, tot zijn dood in 1962. En hier is het vroege werk van voor 1948. Maar op beide tentoonstellingen is te zien dat het werk zeer gevarieerd is. Dit bijvoorbeeld is abstract, behoorlijk abstract. Maar hij heeft ook werk wat niet abstract is. Dat bijvoorbeeld. Nou, kenmerk van Jordens was dat hij steeds op zoek was naar vernieuwing. Jan Gerrit Jordens werd in 1883 in Wageningen geboren. In 1903 ging hij naar de Haagse Academie voor Beeldende Kunsten. 3 jaar later volgde de Rijksnormaalschool voor tekenleraren in Amsterdam. In 1907 vond Jordens een baan als tekenleraar in het verre Warffum. Jordens was zijn hele werkende leven, naast vrij kunstenaar, ook leraar tekenen aan een middelbare school. En dit, hier de Rijks-HBS in Warffum, was zijn eerste school. Het is nu een appartementencomplex. Op 1 april 1915 kreeg hij er een baantje bij aan de Rijks-HBS in de stad aan de Grote Kruisstraat. En na ruim een jaar was Warffum afgesloten. Werkte hij alleen in de stad. In de zomer van 1919 kon hij in gemeentedienst treden. Hij dacht dat hij dan meer tijd kreeg als vrij kunstenaar. Maar daarin kwam hij bedrogen uit. Hij werkte vooral aan de gemeente-HBS. Die zat eerst aan de Violenstraat en daarna aan de Helperbrink. En daar bleef hij tot aan zijn pensionering. En daar maakte hij naam als pedagoog. Jordens was de eerste Nederlandse tekenleraar die de vrije expressie in praktijk bracht. Hij geloofde heilig in het vermogen van ieder individu om ergens uitdrukking aan te geven. Voor het verbeelden van bijvoorbeeld een sprookje fungeerde hij zelf wel als model. Maar Jordens had een duidelijke voorkeur voor vrouwelijke modellen.
Jan Jordens woonde van 1907 tot 1916 hier in Warffum. Hij maakte in die tijd nog niet zoveel vrij werk en het was nog behoorlijk traditioneel. Hier in deze vitrine in het Openluchtmuseum ligt er wat van. Bijvoorbeeld dit olieverf schilderijtje van Noordpolderzeil. Dat heeft hij in de Warffumse tijd gemaakt. En een tekening van zijn huis aan de Torenstraat. En dat huis staat er nog. Dit was het huis waar Jordens in Warffum in woonde. Eerst alleen, maar nadat hij op 30 april 1908 in Amsterdam was getrouwd met zijn oud-studiegenote Jet Luchsinger, die kwam oorspronkelijk uit Zwitserland, toen woonden ze hier samen. En in dit huis kregen ze 3 kinderen. Het beviel Jet Jordens hier in Warffum maar matig. Ze miste de stad. Jordens zelf had er minder last van, maar die ging dan ook regelmatig naar Groningen toe. Vanwege de cursus, de opleiding lijntekenen aan Academie Minerva die hij volgde. En tijdens zo'n uitstapje deed zich ook voor het eerst het probleem voor dat later regelmatig zou terugkeren. Jan Jordens had veel oog voor vrouwelijk schoon en was een grote charmeur. Enkele keren werd hij zo verliefd dat hij er met het meisje vandoor ging. Maar uiteindelijk keerde hij altijd bij zijn echtgenote terug. Omdat zijn schoonvader hem persoonlijk terughaalde of omdat zijn geld op was. Al enkele weken na de oprichting van de ploeg in 1918 sloot Jan Jordens zich bij de kunstkring aan. En hoewel hij goede contacten had met leden als Johan Dijkstra, Jan Altink en Jan Wiegers, was hij toch een buitenbeentje. Jordens was de enige niet-Groninger binnen de kunstkring. En terwijl de meeste ploegleden wat hadden met het Duitse expressionisme, met die felle bekende ploegkleuren, had hij meer met Hollands en Frans expressionisme. En dat is iets donkerder. Maar verder had Jan Jordens ook niet zoveel met het Hoge Land, ondanks dat hij in Warffum had gewoond. Hij schilderde wel een keer een boerderij, maar hij schilderde toch liever stadsgezichten. Vooral toen hij in 1916 daar ging wonen. Bijvoorbeeld het schilderij van de A-kerk. En hij schilderde ook de plekken waar hij woonde. Eerst een paar jaar aan de Oosterhaven. En vanaf 1919 woonde hij aan de H.W. Mesdagstraat nummer 30. En dit is het beeld vanuit de tuin. Dit is het, H.W. Mesdagstraat 30. Hier kwam Jordens in 1919 wonen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Goed. Beno. Dit is studentenhuis, ja, begrijp ik. Klopt. Ja, ja. Weet je ook sinds wanneer dit al een studentenhuis sinds, is? Sinds 1963 is dat. 63 al? 63, ja. Oh, dat is best lang. Ja, inderdaad. Ja. Dat is over 40 jaar. Ja, maar dat is grappig, want ik ben bezig met het uitzoeken van een kunstenaar, Jan Jordens. Ja, precies. En die heeft hier gewoond. Ja, ik heb hem gezien inderdaad in het Groningen Museum. Ja. Ja. Ja, hij is in 62 overleden. Ja, dus daarna is het toeval zijn dan? Nee, daarna is het verkocht. Ja. Dus. Ja, nou, het is hier wel wat veranderd, moet ik zeggen. Hij heeft een prachtig schilderij gemaakt vanuit de tuin. Zou ik even mogen kijken? Ja, natuurlijk. Nee, ja? Ja. Ja.
enorme huis was in de tijd dat Jordaens er woonde echt een museum. Hij had de muren met jute bespannen en wit gesausd en overal hingen schilderijen. Van zichzelf en van collega's schilders. En in de woonkamer, dat was daar achter die balkondeuren, daar had hij een vleugel. Hij had zichzelf piano spelen geleerd en zong daarbij. Hij zat ook in het toonkunstkoor Becker en zong bijvoorbeeld de Matthäus Passion. Jordaens vond van zichzelf dat hij dat goed kon. Nou, hij vond van meer dingen wel dat hij het goed kon. Velen hadden dan ook de kritiek op hem dat hij nogal zelf ingenomen was. Hij pronkte graag met zijn kennis van kunst en cultuur. Hij was wel erg gastvrij. In dat grote huis nam hij regelmatig mensen in huis. Bijvoorbeeld Oostenrijkse en Hongaarse kinderen die hier kwamen om wat aan te sterken. Hij kreeg natuurlijk wel iets met een van de leidsters. Na zijn pensionering in 1948 nam de productie van Jan Jordaens enorm toe. Hij werkte eigenlijk alleen nog maar abstract expressionistisch, heel modern. Hij brak dan ook met kunstkring De Ploeg en richtte samen met anderen het Narrenschip op. Hij was altijd in voor iets nieuws. Dat bleek wel toen hij op 77-jarige leeftijd nog lid werd van de kunstenaarsvereniging NU. Hij bleef zijn leven lang experimenteren. Ja, zo werkte hij met schablonen en inkt. En met textiel, met olieverf. En ook nog wel met ecoline. Aquarel. Omdat zijn moderne werk veel samenhang vertoont met anderen, hangt hij hier in het Groningen Museum naast die anderen. Bijvoorbeeld hier Alfred Manissier. Jordaens bleef tot aan zijn dood in mei 1962, toen was hij 79. Bleef hij schilderen en bleef hij modern. En dat maakt hem zo bijzonder.